Camera! Loopt! Stop. Actie. Hoi, welkom in Als ik Contact. Vandaag ga ik praten met Wesley Daas. Hij is 15 jaar en turnt bij ONO in Zwijndrecht. Hallo Wesley. Hi. Hoe kwam jij op het idee om te gaan turnen? Nou, mijn moeder heeft het gedaan en mijn oom heeft het gedaan en mijn oom die gaf trainen. Dus het zat sowieso al in de familie. En ik zat een keertje naar een wedstrijd te kijken van Epke Zonderland en van Jurie van Gelder. En toen zei ik van ja, dat wil ik ook. En inspireerde hij jou ook om door te zetten? Ja, eigenlijk wel, ja. Hij was een beetje jouw voorbeeld? Ja, dat zo, ja. Hij is heel ver gekomen en zo ver zou ik ook graag willen komen. Ja, en door je ouders, die hebben je altijd gesteund ook in hetgene wat je doet. Ja. En hoeveel tijd kost dat turnen eigenlijk? Nou, ik train nu dus ongeveer 20 à 24 uur per week. Dus dat is nog aardig wat tijd. Ja, dat is eigenlijk een hele dag. Ja, per week wel, ja. En dat vind je nog steeds leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk, omdat er steeds nieuwe dingen komen. En ja, je kan nooit stoppen met het turnen. Er is geen einde. En hoe belangrijk is turnen in jouw leven? Nou, voor mij is het toch nog wel aardig belangrijk. Want ik ga naar school, dan is het heel snel thuis even wat eten en drinken en dan gelijk weer gaan trainen. En zo gaat het elke dag door. En dan, ja, voor mij is het wel belangrijk, ja. Ja, want met vrienden afspreken, hoe doe je dat dan? Niet. Ik spreek niet meer af met vrienden. Daar heb je gewoon geen tijd voor? Alleen in vakanties. Dus je moet er aardig wat voor laten? Ja, heel wat. Zijn dat ook meer dingen dan alleen vriendschappen? Nou, ik moet letten op op het eten wat ik doe en laat naar bed, dat is ook geen optie. Dus ik moet echt gewoon goed mijn rust houden. En, Wat eet jij ongeveer op een dag? Hoeveel? Gewoon wat allemaal. Ja, ontbijt, even een broodje, dan 's middags ook een broodje en 's avonds gewoon warm eten. En daar wordt gewoon goed op gelet wat erin zit. Ja, want wij eten gewoon wat we op bord krijgen, zeg maar. En daar let je gewoon niet zo op. Ja, ik krijg dat ook, maar daar letten dus mijn ouders dan op het maken van het eten. En die letten dan op hetgene wat erin zit. En wat ik ook aanneem, je hebt een soort van trainer, coach. Zegt hij ook dingen van Wesley, dit moet je, dit kan je beter zo doen. En word je daar ook in geadviseerd? Wel over de onderdelen, maar nog niet over het dagelijks leven. Wel in het training zelf, maar niet daarbuiten. Zou je dit zien als een beroep? Neem je het al zo serieus? Nou, ja, ik neem het wel heel serieus als een beroep, ja, maar je kan er eigenlijk niks mee verdienen. Het is niet echt een sport. Het is net als voetbal, als je een doelpunt scoort in een hoge divisie, dan krijg je een miljoen of zo. Nee, zo is het dus niet bij turnen. Dat is eigenlijk gewoon een hobby. Ik zag dat er een website is van jou, wesleydehaas.com. Heb je die zelf gemaakt? Nee, die heeft mijn vader gemaakt. Oké. En wat is het doel van die website? Om de mensen die mij nog niet echt goed kennen, toch meer over mij te laten weten. Ja, want je speelt dan ook wedstrijden? Ja. Hoe vaak? Hoeveel? Wanneer? Dat zijn er niet heel veel. Hey, wat ik hier zie, je hebt een medaille meegenomen. Is dat dan een prijs? Vertel er eens over. Nou, dit is dus de allereerste Nederlands kampioenschap dat ik Nederlands kampioen ben geworden. Dus dat is echt een heel grote prijs voor mij. En daar zit dus veel... Dat is van dit jaar? Nee, dat is van 2010. Zo. En dan heb je ook nog iets anders leuks mee. Wat is dat? Nou, dit is een leertje. Het is om de kracht van je vingers... Niet alleen op je vingers te houden dat ze de hele tijd eruit worden getrokken, maar dat het naar je polsen wordt verlengd. Ik zie wel dat je aardig wat eelt al hebt. Ja. Wat is het? Ja, dat is allemaal kapot eelt, ja. Heb je ook wel eens blessures gehad? Heel wat blessures, ja. Ik heb nu een kleine blessure hier aan mijn onderarm. Die is dan heel erg verrekt. En dan moet ik dan oefeningetjes doen van de fysiotherapeut waar ik elke dinsdag naartoe ga. Sowieso? Ja. Standaard? Ja, elke dinsdag. Word je ook heel de tijd medisch gekeurd? Hoe moet ik dat voor me zien? Of alleen als je last hebt dan? Ja, alleen als ik last heb dan moet ik wel eventjes naar de fysiotherapeut, maar verder niet echt, nee. Is het Nederlandse niveau hoog van turnen? Ja, het is best wel hoog. De junioren zijn best wel hoog, maar de senioren dat blijft nog wel een beetje laag zitten. Vergeleken met China, Rusland, Amerika. Maar die China, Amerika, die doen het echt als baan. Die doen... Elke dag zitten ze, elk uur, elk minuut zitten ze in de sporthal en dat is echt
Ik denk dat die wel 35 uur per week trainen. Waarom zouden jongeren gaan turnen? Voor de kick, denk ik. Ja, voor de kick van alle salto's, van het draaien in de schroeven. Ja, daar denk ik. Ja, dat is echt heel leuk. Dat raad je ook iedereen aan. Zeker, zeker. Van, goh, ik zou nu gaan willen turnen. En dan zou jij gewoon zeggen, begin bij een turnclub. En dan... Ja, gewoon met de basis beginnen en dan steeds stapje bij stapje. En dan, Want je hebt nu wel NK's gedaan, maar nog niet EK's, WK's of ook al? Nee, ik heb wel meegedaan met het jeugd-EK-traject. Oké. Okay. Maar daar ben ik dus mee afgevallen helaas. Maar volgend jaar is er weer een E of kans. Gewoon weer proberen. Over 2 jaar weer een jeugd-EK. Dus dan hoop je er wel bij te zitten. Ja. Hoe lang wil je nog blijven turnen? Ja, zolang het mogelijk is. Nou, dan bedank ik jou voor ons gesprek. Heel gezellig en we houden je in de gaten. Ja, is goed. Vandaag gaan we een kijkje nemen in het Glasmuseum. We gaan niet alleen naar het Glasmuseum, we gaan ook nog naar de glasblazerij. Ik neem jullie mee. Hey, in the wake of dawn I see you shine. When I feel that heartbeat, Nou, jullie zijn hier in het Glasmuseum in Leerdam. Nou, we hebben het museum te danken aan Kochjes. Kochjes was de museum of de glasdirecteur van 1912 tot 1934. En in de periode dat hij hier werkte, werd dit glaswerk gemaakt. Dat werd gemaakt in Malle en Kochjes vond het eigenlijk niet zo mooi. Hij zei dat dat moest op geslepen glas lijken en dat was het helemaal niet. Hij noemde dat pronkglas. En hij nodigde toen designers uit, architecten uit, om mooier en vooral esthetischer glas te maken. Ja, en de eerste die toen aan de beurt was, dat was meneer De Bazel. En die kreeg de opdracht mee om een persglazen servies te maken. Wat in Malle gemaakt moest worden. Alleen de mallen die waren daar gewoon niet goed genoeg voor. En het heeft jaren geduurd voordat het zo was. En toen is hij begonnen met glazen serviezen te maken. En je kunt zien eigenlijk aan de vormgeving... Dat hij toch wel heel erg goed glas kon maken. Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Het Nationaal Glasmuseum bestaat uit 2 locaties, het museum en de glasblazerij. En hier maken we nog op ambachtelijke manier glas. En daar wil ik jullie graag even mee naartoe nemen. Fijn, wij lopen mee. Fly, so much higher. Ja, zoals je ziet, hier wordt nog druk geblazen. Van maandag tot en met, van dinsdag tot en met zondag worden doorlopend demonstraties gehouden. En mensen kunnen hier zien hoe wordt glas op een ambachtelijke manier geblazen. En kunnen daarvoor plaatsnemen op onze tribune. Is dat wij, doordat we het zelf kunnen maken, kunnen we ook mensen uitnodigen. En dat doen we dus ook veelvuldig. Bijvoorbeeld bekende modeontwerpers of designers in glas. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Jan Tominiaal. En afgelopen vrijdag was Bas Kosters hier aanwezig. Ja, zeker.
En eigenlijk alle objecten die hier gemaakt worden, die kunnen bijvoorbeeld ook in een tentoonstelling in een museum komen te staan. Precies. Nou, en daarnaast hebben we ook dat mensen zelf aan de slag kunnen met glas. We geven namelijk workshops glasblazen. Vaak bijvoorbeeld rond de kerstdagen, dan kunnen kinderen en volwassenen hun eigen kerstbal blazen. En wat is natuurlijk toffer dan je eigen kerstbal, ja, toch? Wel dan niet. Ja, precies. Ja, dat kan. Om echt een meester glasblazer te worden, dat doe je zo tussen de 7 en 10 jaar over. Ja, dus het is een ambacht wat echt, het kost heel veel inspanning. Je moet er ook echt wat voor over hebben om het te worden. Je wordt het dus ook niet zomaar. Maar als je het kan, dan kan je wel hele prachtige dingen maken. Wat je hier in je hand hebt is massief, dus dat is eigenlijk volledig glas. En glas is eigenlijk heel erg zwaar. Daarom zie je ook vaak dat glasblazers toch heel veel kracht moeten zetten om het glas te vormen. Omdat het eigenlijk heel zwaar is. Het glas waar je uit drinkt of de potjes die je in de supermarkt hebt, die zijn, dat is heel licht glas. Dat is natuurlijk super dun. Ja, het is echt een verschil. Dit is bijvoorbeeld de spijkerbol. Dat is een bekende techniek die gebruikt wordt. Er is een mal met allemaal spijkertjes erin. Er wordt ingeblazen, waardoor er allemaal hele kleine luchtbelletjes in het glas terechtkomen. Hier zie je wat er allemaal tijdens de demonstraties en tijdens het glasblazen wordt gemaakt. En dat komt, dat is te koop in onze museumwinkel. Dus hier staan van alle verschillende blazers, verschillende objecten. En dat kan je ook wel zien, want er is heel diversiteit aan objecten eigenlijk die hier staat. En die hebben dat hier gemaakt? Ja, dat is allemaal hier gemaakt. Ja. Klopt. Wat houdt het glasmuseum en glasblazerij in? Het Nationaal Glasmuseum bestaat inderdaad uit twee locaties, het museum en de glasblazerij. En hier laten we eigenlijk zien wat er allemaal mogelijk is met glas. Van drinkglazen tot en met prachtige kunstwerken. En je kunt zien hoe dat gemaakt wordt en wat er allemaal mogelijk is met glas. Zouden jongeren zowel hier als in het museum vrijwillig voor een stage terecht kunnen? Ja, zeker. Vrijwillig. We hebben 150 vrijwilligers in het museum. Ja, zeker. Maar ook veel stagiairs, bijvoorbeeld van de kunstacademies, maar ook bijvoorbeeld op communicatie. Ik zoek er toevallig nog één, dus mocht er iemand het leuk vinden. Zag in de camera? Ja, precies. Nou, dan dank ik u hartelijk voor het gesprek. Ja, insgelijks. En fijn voor de informatie die u heeft gegeven. Super, nou, hopelijk nog tot ziens de volgende keer. Tot ziens, zeker. Mag ik nu eindelijk weg? Ja, houdoe.